Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Goedemorgen. Zoals jullie zagen, we zijn met de family op stap. En we gaan heel eventjes naar de winkel. Je vliegt nou lekker bij Jordi. En Jordi laat hem gewoon liggen. Ik heb al heel veel was gevouwen en ik ben nog niet klaar, dus, maar dan heb ik wel al bijna alles uitgezocht. Ik heb Liam zijn kast al leeg, kan ik dadelijk ook gaan inruimen. Waar moet ik mee helpen? Waar moet ik jou mee helpen? Welke kleur fles was het nou? Oh. Het was die donkerblauwe. Liam die moet dus de fles. En waar zit die een andere dik op? Waar zit die een andere dik op dan? Oh daar. En hier? Ligt de kleine, je hoeft te slapen. En Jordi heeft al gegeten. En die zit nou lekker uit te buiken met je vroos. Hé jongen? Nou. Dus ja, we zijn allemaal druk bezig hier. Niels gaat zo dadelijk de fles geven aan Liam. En dan is het alweer avond. Jordi krijgt een schone luiert. Operatie schone luiert. Ja. En Joef die is hier aan het rondrennen aan het doen. Dus die heeft het wel naar de zin. En ze eet ook goed. Maar hij wil nu ook op de bank. Nee, dan gaat mijn bank naar de knoppen. Nee. Ja, Jordi is lekker scheetjes ook aan laten. Nee. Joef. Nou is het afgelopen. Nee. Ik ga heel even Joef op zijn plek zetten. Daar ligt hij dan. Schone pamper. En lekker flesje drinken met papa. En hier ligt die kleine Lily. Ons scheetje. En Joef heeft het opgegeven. Ik heb gewonnen. Na, 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 na. Oh, en hij leeft ook nog, hoor. Of zij leeft ook nog. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik nog eventjes mijn nagels gedaan. En daarna zijn we naar bed gegaan. We hebben Joef nog even laten plassen. Die ligt nu lekker hier te slapen. Op de eigen kussentje. Liam die ligt lekker in zijn domootje. En Jordi zit lekker te spelen. En Niels die gaat nu lekker ontbijten. Ik heb nog geen honger, dus ik ga nog niet eten. En laat de zaterdag maar weer beginnen. Ik had gisteren wat kleding besteld bij de HEMA. En zullen we maar een kleine shopvlog doen dan? Misschien wel leuk. Even kijken of Joef niet op mijn kleding afrent. Want anders dan heb ik daar geen kleding meer. Maar ik heb een kort broekje voor Jordi besteld. Hier zit heel veel elastiek in. Dat is belangrijk voor Jordi, omdat hij heel veel buikpijn altijd heeft. Dit had hij nog niet, dus een spijkerbroekje in ieder geval. Dus die heb ik besteld. Jordi heeft verschillende van dit soort joggingkorte broekjes. Die vindt hij super fijn zitten. En ik zag toevallig, want het was tweede halve prijs. Even kijken hoor. En toen zag ik dat dit setje er nog bij stond. Dus leger, print en een zwarte. Dus ik dacht, nou dan heeft hij er nog een paar bij. Dus daar heb ik dan voor Jordi besteld. Ik heb ook nog wel voor Liam besteld. Want ik heb heel veel kleding van Jordi
voor Liam. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat Manneke ook wel eens keer iets nieuws heeft. Dus misschien een tik van mijn eigen, maar hè. Daar heb ik een heel leuk setje besteld met een kort broekje. En dan een t-shirtje. Met hey bro. Ik vond hem grappig. Dus ik denk ja, het is een maatje 68. Ik kan die dadelijk mooi midden in de zomer aan, want hij groeit als een gek. Dus dan, hè, dan heeft hij dat ook in ieder geval. En er was nog zeg maar een setje met zeg maar twee t-shirtjes. En dan heb ik eentje met allemaal, ja, ik denk tractors. Ja, het zijn tractors. En gewoon een lekker geel shirt. Ik hou ervan om gewoon lekker fel gekleurd te hebben. En ik had ook nog twee even t-shirts voor Jordi. Een grijze en een zwarte. Die, ja, als hij bijvoorbeeld dan een, bijvoorbeeld zoals deze leger, dan kan hij bijvoorbeeld deze op aan. Of die zwarte. Of... Ik vind het dan leuker dat bijvoorbeeld als de broek heel veel print heeft, dat het shirt dan... vrijwel geen print heeft. Dat vind ik zelf mooier. Kijk, ieders eigen mening natuurlijk. En dan heb ik ook voor mezelf wel geshopt. Maar dat ga ik eventjes showen door heel eventjes mij om te kleden. Ik ben natuurlijk niet de dunste. Ik heb nou eenmaal vel over van de gastric bypass en van mijn afgelopen bevalling van Liam. Daar heb ik gewoon meer vel van over. En ja, ik zal toch iets moeten, dus ik heb er vrede mee dat het zo is hoor, daar niet van, maar ja, dan moet je wel een beetje je kleding op aanpassen natuurlijk. Maar ik vond hem heel leuk. Ik heb er nog eentje. Ik heb nog een jurkje gekocht, maar dan in het ja, olijfgroen denk ik of zo. Zit ook heel lekker. Dan denk ik, ja, ik ben wel van de jurkjes de laatste tijd, ik weet niet wat het is. En dan een leuk gimpie eronder of zo, en dan, ja. En ik heb... een luchtige broek en dit shirt erbij nog gekocht. Vond eigenlijk wel heel leuk staan. Het shirt kan ik er ook eventueel in doen natuurlijk. Maar ik vond dit eigenlijk wel heel leuk. Het hele ding is, dit sprak mij wel aan. Alleen, ik durf het eigenlijk nooit te kopen. Maar ik heb er eigenlijk tegenwoordig een beetje scheid aan of zo. Ik weet niet wat het is. Dan heb ik gewoon nog een simpel zwart shirt. Komt altijd van pas. Ik draag sowieso heel graag even shirtjes bovenop broeken en... ja, joggingbroeken enzovoorts. Maar ja, ik wilde gewoon eventjes wat nieuws. Ik had het er met Niels over. Ik zeg, ja. Ik voel me eigenlijk net maar vlodder. Ik zeg, kan ik niet gewoon wat nieuwe kleren kopen? Ik zeg, die ik ook gewoon door de week gewoon lekker aan kan doen. En nou met de zomer, dat ik daar, ja, hè. Dat ik er toch een beetje fatsoenlijker bij loop. Want ik heb echt zoiets van, maar vlodder is er niks bij. Dus, ja. En aangezien met twee kindjes ja, heb je weinig tijd. Dus ja, dan wil je gewoon snel je haren gedaan hebben en gewoon iets leuks aan. Nou, dat kan ik dan nu. Deze slaapt. Jordi slaapt. Mama gaat even eten. Hoi! Liam is lekker kontjes aan het kijken. Ja, je bent net wakker, hè? Ja. Liam is net wakker. Ja, ben je lekker kontjes aan het kijken, jongen? Dat is leuk, hè, kontje kijken. Je kunt maar beter vroeg leren, hè, jongen? Ja. Beter vroeg leren, hè? Ja. Ja, jong geleerd is oud gedaan. En dit is bla 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 chocolade bla.
We hebben hier een kleine tutterkoning. Liam. En Joefke ligt hier. En Niels en Jordi liggen daar. Jordi krijgt nu zijn flesje en die gaat zo lekker naar bedje toe. En ik denk dat Liam een beetje buikkrampjes heeft. Dus daar ga ik maar weer mee verder. Een hele goede morgen. Mijn out of bed look is real. Moet jullie eens laten zien. Hi! Hallo! Dag, lekker stukkie. Hallo, lekker stukkie. Hi! Hey, scheetje van mama. Hi. Dag, lekker stuk. Dag, lekker stuk. Oh ja, en hier ligt de kleine andere draak. Hallo. Lekker stukkie. De zakje weer naar beneden. Mama jou weer goed leggen. Ik ben heel de ochtend aan het poetsen boven geweest. Ik moet alleen nog de douche poetsen, maar dat doe ik straks eventjes. Want daar staat nog het bedje van Liam. Want, ik denk dat als ik dat nou niet ga doen, dat hij nooit meer van onze kamer afkomt. Dus daarom ga ik dat nu zo aanpakken. Ik heb het bedje weggehaald. Dit is nu weer mijn nachtkastje. En nu heb ik het kamertje van Liam in orde gemaakt. En kan die vanavond hier slapen. Alles heb ik lekker allemaal afgedaan, afgesopt en gedaan. Ook op onze slaapkamer, op Jordi's kamer heb ik ook gepoetst. Maar ja, jullie weten hoe die kamer eruit ziet. Bedje, stoeletje, hutje, kastje. Dus ja, ik heb ook alle kastdelen even opgeruimd. Het is allemaal nu weer enigszins te doen. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik ben geen was-expert. Dit is trouwens de naamslinger. Die hadden we voor het raam hangen. Bij beneden. Ik heb die versiering heb ik ook alweer weggehaald. Maar ik heb hem hier neergehangen. Dat heb ik bij Jordi ook gedaan. Want ja, ik vond dat natuurlijk leuk. En dan alle was in de kast. Die ik de afgelopen dagen heb gewassen en gevouwen en gedaan. En dan heb ik hier nog een kledingbox staan. Daar gaat alle kleding in die Liam niet meer past. En die gaan voorlopig nog even naar zolder toe. En kijken we eventjes wat we er nog mee doen. Dat is eigenlijk een beetje hoe en wat. Ik ben nog steeds aan het wassen. Maar ja, hè. Het is in ieder geval allemaal schoon en frips. En nu kan ik beneden aan de gang. Jordi krijgt zo zijn flesje. En dan kan hij even naar bed. Zo, ik voel me eigen weer wat menselijker. Ik heb de boel hier allemaal gepoetst. Ja, boven en beneden heeft mama alles gepoetst. Ja! En ik heb een paar boodschapjes gedaan. Niels gaat Jordi nu de douche in doen. Echt waar? Niels gaat Jordi nu de douche in doen. Die zal ik niet filmen, die staat hier in zijn boxershort. Want Jordi doet nogal eens spatteren. Maar ja, ik heb dus boven alles gepoetst, beneden alles gepoetst. Zo dadelijk als Jordi zijn fles heeft gehad en naar bed is, dan ga ik eventjes eten maken. En Dan is de zondag alweer voorbij. En je kan Joef nog laten zien. Oh ja, Joef ligt lekker te slapen op de bank. Blijkbaar is ze wakker, want ik zie het wit van de ogen. Die ligt daar. En mevrouw op de bank. Op baasje te wachten. Nee, niks op baasje wachten.
Ze doet het perfecto. Toch? Ze, is, ze heeft in principe ook al wel aan als ze echt moet plassen. Dus ja, maar dan moeten we eventjes... Ze heeft al meer buitenplassen als binnen. Ja, ze heeft al meer buitenplassen als binnen. En ze vindt het ook niet prettig om binnen te plassen volgens mij. Dus, ze heeft s'nachts nog niet in de bench geplast. Nee, s'nachts heeft ze nog niet in de bench geplast. Want we hebben een... Want we hebben een bench. En daar hebben we een kussen in liggen en alles. Zodat ze ook lekker kan liggen. Dan gaat ze overdag ook heel af en toe lekker liggen. En we hebben hier een plekje voor haar gemaakt. Zodat ze daar ook lekker kan liggen. En Jordi is nu in zijn blote kont. Die gaat de douche in. Oh, ik lig hier met een verwend nestje. Oh, papagaatje. Liam die ligt in zijn eigen bed. Die is nog wakker. Maar die hebben we wakker op bed gelegd. Hij huilt niet of zo hoor. Maar ja, ik vind het toch wel lastig, moet ik zeggen. Dat hij nu niet op onze slaapkamer zal liggen. Maar ja, dat is gewoon zo, zo hoort het ook. En ja, ik ben nu even bankzaken aan het doen met deze kleine puppy. Zo schattig. Ja. Hm? Oh. Die is ook zo schattig met die oortjes. Maar goed, ik ga deze ups en down afsluiten. En ik ga even de vlog editen. En zorgen dat die dus morgen geüpload kan worden. Niels ligt trouwens gewoon hier op de bank aan de andere kant. En ja, die ga ik nou niet filmen, want dan moet ik wel handelingen doen. Ik ben een beetje moe. Maar goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.